Mark Baanders had eigenlijk alles voor elkaar, hij had een partner en een eigen programma, Slijptol had eigenlijk niks te klagen. Toch valt het nu toch voor een deel in duigen, hij en zijn vriend zijn namelijk uit elkaar. De twee hadden ook een kinderwens en werkten zelfs aan een documentaire, het is dus wel heel opvallend dat de relatie op dit moment dan voorbij is. De opnames zijn namelijk nog niet afgerond. In zijn documentaire, Baanders wil een baby. Onderzoekt hij de mogelijkheden om als homoman een gezin te stichten? Mark vertelde aan de Telegraaf wat je van de serie kan verwachten. Ik laat in de serie zien hoe mijn vrienden omgaan met mijn seksualiteit en babywens, en hoe dat ook ooit voor onbegrip zorgt. Ik word wel eens uitgelachen omdat ik nu al over kinderen nadenk, terwijl het proces om kinderen te krijgen voor mij heel lang duurt. Maar helaas is hij ondanks dit programma helemaal niks opgeschoten. Uiteindelijk heeft het ook helemaal geen zin gehad, want na twee jaar is de relatie van Mark en Boas stuk gelopen. Wat de reden voor de breuk is, dat wil Mark niet zeggen. Daar zijn wij nu natuurlijk heel benieuwd naar. Tot voor kort had ik het liefste met mijn ex-vriend Boas een gezinnetje willen stichten, maar onze relatie is onlangs stuk gelopen. Dit foutje in de sterren was helaas niet te voorzien toen ik voorstelde om over onze kinderwens een documentaire te maken. Liet hij zich uit over de situatie. Meneer is wel vaker op de televisie te zien, niet gek natuurlijk. Mark deed afgelopen seizoen mee met Expeditie Robinson en is vanaf vanavond elke woensdag te zien in het perfecte plaatje.